Hallo allemaal en superleuk dat je weer meekijkt. Ik heb totaal geen idee wat ik hier ga maken. Toen ik begon met deze escape had ik echt allerlei dingetjes klaargezet. En ik had gewoon vooraf totaal geen plan gemaakt. Dus ik begin gewoon ergens mee. Ik heb daar een hamsterscapingbrug. Daarnaast heb ik een tunneltje neergelegd. Zo'n houten boomstamtunneltje. En daar heb ik tussenin een beetje zand gedaan. Ik vind het heel erg leuk om de zandbakjes op een andere manier te maken. En ook wat langer, wat langwerpiger, zeg maar. Ik weet niet, vind ik hartstikke leuk. Wat gaan we doen? Ik ga verder een wilgenbruggetje in de hoek neerzetten. Daar ga ik bodembedekking achter doen. En ik wil wat gaan doen met witte kerfresh. Ik gebruik witte kerfresh eigenlijk bijna nooit. Want het geeft mij altijd een beetje een winteridee. Nu begin ik een beetje op het idee te komen van hey, misschien is het wel leuk om een soort van herfst versus winterthema te maken. Waarbij ik links een beetje herfstachtige kleuren ga gebruiken. En rechts een beetje ijs, wit met blauw en zo. Dus hier heb ik kerfresh vermengd met kokos en met een beetje hooi. Om het een beetje fluffy te maken. Dan kunnen de hamstertjes er een mooi nestje van maken of zich eronder begraven, zeg maar. Een houten hoekhuisje in het hoekje. Ik ben echt fan van houten hoekhuisjes. Die vind ik zo leuk. Dus deze ga ik helemaal ingraven in de kokos. Want ik ben ook echt kokosfan. Ik vind dat zo mooi staan. Een wilgenbrugje er tegenaan. Daar kan een kleine mooi naar boven. En dan, ja, gewoon iets erbovenop. Nou, dan maar zo'n terracotta iglo huisje. Ook leuk. Hier doe ik blauwe kerfresh in het hoekje. En dit moet dan een soort van meer water ideetje geven. Dus ja, je moet een klein beetje je creatieve brein aanzetten en je fantasie inschakelen om het te zien. Maar links dus een beetje herfstthema en rechts een beetje polar, ijsachtig waterthema. Zoiets. Ja. Ja, ik bedenk het waar ik bij sta. En ik heb daar echt geen plan voor. Maar wederom hartstikke leuk. Kerfresh is heel fluffy. Dus je hebt er niet gek veel voor nodig om een dikkere laag te maken. Dat is wel heel erg leuk aan kerfresh. En het absorbeert ook heel goed. En daarnaast kunnen hamstertjes ook redelijk goed in graven. De tunneltjes blijven niet intact. Dat is dan wel weer jammer. Maar goed, dat geeft niet. Ze kunnen er wel lekker in woelen. In het midden heb ik van die boomstamhuisjes neergezet. Dus daar kunnen ze zich ook lekker in verstoppen. En het leuke aan die boomstamhuisjes, ze zijn plat aan de bovenkant. Dus we kunnen er nog wat op zetten. Maar wat? Ondertussen vul ik het hoekje met kerfresh. Ook weer gewoon met de witte. Mochten de hamstertjes willen, dan kunnen ze zich daar gewoon lekker in ingraven ook. Dan hebben ze meerdere plekjes. Let wel dat het hoekje, het wilgenbrugje, is heel hoog, hè? En de hamstertjes die kunnen daar niet echt, nu, op dit moment, kunnen ze daar niet bij. Dus we moeten hier nog een soort van plateautje voorzetten of een trappetje of iets. Dat ze er natuurlijk wel bij kunnen. En daar heb ik wat op bedacht, want daar zet ik gewoon een kleiner wilgenbruggetje neer. Of je pakt een kleiner wilgenbruggetje, of je pakt een grotere die je wat verder in de bodembedekking ingraaft. En dan doe je de bodembedekking achter. En dan heb je een soort van trap-plateau-achtig idee. Dus dan kan het hamstertje zo, floep, daar bovenop en dan helemaal naar boven. Kijk, dat begint al ergens op te lijken. Nu nog iets voor in het midden. Ja, het loopgatje. Die zetten we zo neer. Of zo. Ja, zo is leuk. In het midden. Ze hoeven niet per se in een hoekje te staan. Kijk, we draaien hem om. Met een beetje mos op de achtergrond. Ook leuk. Geeft dat beetje extra groen. En het hamstertje kan er lekker in rennen. Oh, daar komt een boom bij. De hamsterscaping boom. Ook leuk. We doen er nog een beetje mos onder. Het blijft leuk, hè, het mos. Een beetje groen in het verblijf. Je kunt het mos ook wat. Je kunt het tot leven roepen door het nat te spuiten. Dus dat ga ik deze keer ook proberen. Ik haal alles weer weg, jongens. Alles gaat er weer uit. Zo. Want ik was er niet tevreden mee. Hier spuit ik alles nat. En nou doe ik het loopgatje erin. Ja, zo gaat hij staan. Zeker weten. Zo blijft hij staan. Leuk. En daar kan Blue zijn nieuwe huisje verwelkomen. Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Dus links hebben we chinchilla zand, een beetje een baddenhoekje, herfstachtige bruine tinten en rechts een beetje het witte. En ik ben heel erg benieuwd waar die dan gaat vertoeven. Voor welke regio gaat hij kiezen?
voor de polarachtige wereld of voor de herfstwereld. Ik moet wel zeggen, hij past wel mooi in het witte. Je ziet hem bijna niet als hij op het witte rondloopt. Boomstamtunneltjes zijn ook heel erg geliefd. Vinden ze ook heel erg leuk. Je kunt er ook wat lekkers in verstoppen. Dan kunnen hamstertjes lekker zoeken. Deze boomstamtunneltjes zijn geschikt voor Roborovski-dwerghamstertjes. Want vaak zijn boomstamtunneltjes best wel smal van binnen, waardoor de dwerghamsters niet echt doorheen kunnen lopen. Maar dat wil met deze dus wel. Nou, hij is druk aan het verkennen. Nu alleen nog even wat eten rondstrooien. Ah, kijk, hij kan ook naar boven. Dat is ook altijd even kijken of dat allemaal lukt. Daar Colosseum. Nou, dat komt helemaal goed. Hij vindt het leuk. Dan zeg ik weer bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!